Een aantal jaren geleden, toen wij hier nog maar net in Limburg woonden, toen kreeg Gerdine het idee om een tuin te gaan huren, een volkstuin in Meersen. En ja, dat was natuurlijk op zich een heel goed idee, want ik had nog tuingereedschap van mijn trouwen gekregen en dat werd al een tijdje niet meer gebruikt. En ja, het kostte ook niet zo heel veel geld, het was maar 15 euro geloof ik, Gerdine. 15 euro. Hoogstens, ja. Voor een heel jaar. Dus nou, we hadden echt een lap grond. Nou, ik denk de helft van, van deze ruimte. En ja, ik had er ook wel zin in. Het was wel een goed idee van haar om die grond, goede vruchtbare grond te maken. Zodat we ook echt spullen uit de natuur zouden krijgen en ook gezond zouden eten. Maar al snel kwamen we tot een paar ontdekkingen. Tot op een paar ja, problemen waar we eigenlijk mee te maken kregen. En dat was allereerst de afstand. En wij woonden in Bunde en de tuin was in Meersen, dus we moesten daar toch ja, anderhalve kilometer voor rijden. Met de auto of met de fiets, maar ja, dan moest je weer je tuingereedschap meenemen, dus dat was niet echt handig. En er was ook geen water of geen kraantje daar in de buurt. Dus moest je het hebben van de hemel en ja, er stond nog wel ergens een vat waar ik wat uit kon halen. Maar het was wel een probleem, vooral in wat drogere tijden. Maar misschien was het grootste probleem wel dat de onkruid groeide op die tuin. Dat zal geen verrassing zijn. Maar ja, ik werd natuurlijk voor mij verwacht dat ik de tuin om ging spitten. En dat was nogmaals de helft ongeveer van deze ruimte. En toen we daar begonnen was het echt een woestenij. Het was een en al onkruid. De hele tuin stond vol met allerlei ja, irritant onkruid wat ook continu weer terugkwam. Dus dat was eigenlijk wel het grootste probleem. En ja, daar gaat het eigenlijk ook vanmorgen over. Misschien ontdekken wij dat ook wel in ons leven. Althans, het is wel een ontdekking die ik gedaan heb. Dat er in ons leven ook onkruid kan groeien. En dat ook weerbarstig onkruid is wat telkens weer terugkomt. He, want ons leven wordt in de Bijbel ook vergeleken met een tuin. In Korinthe staat dat ons leven een akker is. Een akker, een godsakker. Jesaja zegt, we zijn een wijngaard. En ons leven is te vergelijken met een wijngaard. En ja, hier in het stuk van Galaten 5 en 6 gaat het over, inderdaad over een akker en ook over een tuin. En Hooglied zegt trouwens ook nog dat het ons leven als een hof is. Nou, allemaal een beetje hetzelfde idee, maar ik wil het vooral bij de tuin houden. En ja, vanaf onze geboorte, vanaf dat wij geboren worden, gaan we in die tuin zaaien. En dan gaan wij in ons leven, wat eigenlijk dus te vergelijken is met een tuin, gaan wij woorden zaaien, woorden die we uitspreken, die beginnen te groeien in andermans leven of in ons eigen leven. Gedachten kunnen we hebben, allerlei gedachten in ons hoofd, wat ook ja, eigenlijk een zaadje is. En dat kan gaan groeien, en bepaalde gedachten die kunnen een hele boom worden bij wijze van spreken. En ja, dat heb ik ook ontdekt in mijn gedachten en in mijn woorden, er kunnen veel dingen zijn wat onkruid is, wat niet, ja, wat niet mooi is van God. En zo zijn er ook daden zelfs die we kunnen doen. He, daar gaat het vooral ook over in Galaten 5. Daden die we zaaien en die, ook, ja, die we uiteindelijk zullen oogsten. Dus zo ontstaat er als het ware een tuin voor God. Een tuin met ja, daartussen mooie bloemen misschien, maar ook heel veel onkruid. Heel veel dingen die, ja, die God niet behagen, die, God, ja, die niet mooi voor God zijn. Nou, en ik wil een beetje vanmorgen een vergelijking trekken met de tuin dus ook, maar dan wil ik vooral gaan nadenken over twee bomen. En dat is iets wat ik zelf bedacht heb, maar dat is meer om het voorbeeld duidelijk te maken dat er in die tuin van ons leven twee bomen staan. In het leven van een christen staan er twee en in het leven van een ongelovige staat maar één boom. En die bomen, die hebben een beetje een vreemde naam. Twee bijzondere namen. Eén boom heet vlees en de andere boom heet geest. En vlees is ook een ander woord voor het eigen ik. Dat wat overeind wil blijven, dat wat zijn eigen zin, zijn eigen wil doen. Dat is het vlees. Nogmaals, het eigen ik. En die andere boom is de geest. Dat is wat de geest wil, wat op God gericht is. Dus de eerste, vlees, wat ik wil. En de tweede, de geest, is wat de geest wil, wat wil God. En die twee die komen we tegen in Galaten 5 en 6. De boom van het vlees en de boom van de geest. En ja, bij onze geboorte,
als we nog maar jong zijn, dan begint dat boomtje van het eigen ik of het vlees begint te groeien. Het begint te schreeuwen als het geen eten krijgt, als het dorst heeft, direct begint het te schreeuwen en wij ook, gelijk geven we dat voedsel. Dus dat begint dat boomtje als het ware, wat als een heel klein boomtje begint, begint al een beetje te groeien. En dan is het een peuter, ik ben 2 en ik zeg nee, en die krijgt een sterke eigen wil. En dat is in zekere zin natuurlijk ook goed, hè, dat een kind een eigen wil heeft en ja, ook zijn mening kan durven uiten. Maar al heel snel zit het erin van ik er zelf doen. En dat horen onze eigen kinderen ook zeggen. Ik er zelf doen als ze nog maar jong zijn. En dan zit dat ik zit er al heel vroeg in. En dan worden ze wat ouder en dan leren ze dan af, ik er zelf doen. Maar ze denken het vaak wel. En ook wij als volwassenen denken dat toch vaak. Ook in het geloofsleven, ik er zelf doen. En ik er, en de rest kan stikken. Dat zit er toch bij ons allemaal in. En we zijn misschien wel net als dat jongetje, wat ook door zijn vader gedwongen werd om te gaan zitten aan tafel. Hij wilde niet, hij liep elke keer van zijn plaats af. En nou ga je zitten, want anders krijg je straf. Toen zei het jongetje, ja, ik ga zitten, maar van binnen sta ik nog. En dat is eigenlijk ons leven, ons ik, onze boom vlees en wat in ons zit. Wat voortdurend, ja eigenlijk, het ik wil strelen. En pubers, nou komt dat natuurlijk nog verder, dat is dat boompje van het ik gaat steeds groter worden, krijgt steeds meer wortels. Wordt steeds moeilijker om dat aan te pakken, omdat het steeds meer zijn wortels slaat in de grond. En dat is de puber, en die gaat ook weer even leren om zijn eigen zin te doen, zijn eigen wil te doen. En ja, tegen de tijd dat je volwassen bent, dan staat die boom natuurlijk in volle bloei, het ik. Je leert door, ja, dat je ook wel niet altijd je eigen zin kan doen, want dan krijg je mensen tegen je, maar toch, ten diepste in ons zit dat wel. En dat ik, wat graag geapplaudiseerd wil worden, wat graag complimentjes wil krijgen, wat graag gestreeld wil worden, wat graag in het middelpunt wil staan. En zo wordt die stam van dat eigen ik steeds dikker, steeds steviger komen die wortels in de grond te staan. En dan, even om in het beeld te blijven, vanaf die boom, hè, dat eigen ik, dan vallen allerlei zaden af. Dat verspreidt allerlei zaden, giftige zaden. En daar heb ik een paar van meegenomen. Wij hebben bij ons in de straat een plantsoen, een stuk grond. En daar, vroeger hebben daar eikenbomen gestaan. En nog steeds zitten die zaden daar in de grond. Inmiddels zijn die bomen weg, maar die zaden zitten er nog. En er zitten allemaal kleine miniboompjes staan er onder die grote boom. En dat zie je ook als je in het bos, net toen ik hier het pad op kwam lopen, zag ik het ook. Onder zo'n boom staan allerlei kleine boompjes. Herkennen jullie dat? Nou, zo verspreidt één boom, en het eigen ik, is ook bezig om allerlei zaden te verspreiden. In ons leven, in die tuin waar we, hè, dus de tuin van ons leven. Nou, ik heb er een paar. Ik zal ze voorlezen. Ze staan ook in Galaten 5, vers 20, 21, daar staan ze. En bijvoorbeeld een van die boompjes die dan begint te groeien vanaf ons eigen leven is het onkruid of het boompje jaloersheid of afgunst. En dat vind je in vers 20. Ruzie, afgunst, egoïsme. Nou, jaloersheid, afgunst, hè? Dus hij of zij heeft het beter dan mij. Je gaat je leven vergelijken met mensen die het beter hebben en niet mensen die het slechter hebben. Je vergelijkt je niet met die mensen die op de berg zitten daar in Irak of met dat soort mensen. Maar je gaat het vergelijken met een ander en zegt, ja, ik heb het niet zo goed als hij of zij. Zij is nooit ziek, hij is nooit ziek. En er ontstaat jaloersheid. En bij de ene is dat boompje heel groot en bij de ander heeft daar minder last van. Maar het is wel een werk van, een zaad van het eigen ik. Nou, een andere staat ook in Galaten 5, is onkruid, losbandigheid. Daar hebben wij misschien niet zo heel erg veel mee te maken, in de zin dat wij ons helemaal laten gaan. Maar dat is eigenlijk wel weer, het eigen ik is norm. Ik doe wat ik wil. Losbandigheid. Nou, hoeveel mensen in onze omgeving doen niet wat zij willen. Ik wil, of ik doe wat ik wil. Misschien groeit dat ook in onze tuin. En niemand mag mij wat zeggen, ik doe wat ik wil. Nou, een ander, een kleine in dit geval. En sommigen zijn in ons leven in die tuin wat groter dan de anderen. En sommigen bestaan misschien helemaal niet. Afgoderij. Staat ook in vers 20. Afgoderij. He, een god naar je eigen inzicht. Nou, ik denk dat God zo is. Hij is zus of zo. En naar je eigen inzicht. Afgoderij. Namaakgoden. God naar je eigen beeld. Een andere waar we mee te maken kunnen hebben is egoïsme. Nou, ook dat zegt
Galaten 25. Egoïsme. Ik wil graag dat mijn plan, mijn zin, mijn wil in het huwelijk, in de gemeente, op je werk, mijn egoïsme, alles wat ik of mijn in zit. En je ziet ook, hè, het heeft vertakkingen, het egoïsme heeft allerlei vormen. Kan op allerlei manieren, ook in de thuissituaties, mijn behoefte moet gebeuren. Weer een ander die de boom van het vlees verspreidt is ruzie, woede, uitbarstingen, oneenigheid. Het staat ook hier ingelaten. Ik moet mijn zin hebben. En ja, het is eigenlijk wat bij alle ruzies die je ziet. In de gemeente, in een huwelijk, in ja, waar je over denkt. Vaak ontstaat het door, ja, door het vlees. En door het mijn vlees, mijn ik, wat zijn zin moet krijgen. Nou, de laatste, en er staan er nog veel meer hier ingelaten, maar een van de laatste die ik hier heb is onreinheid. En in het Grieks staat daar iets met porno. Kan op heel veel manieren, hè. Overspel staat hier, onreinheid, hoerderij. Ja, dus je ik moet bevredigd worden. Ik wil dat ik, mijn behoefte moet bevredigd worden. En dat is, daar komen al die onreinheid en dingen vandaan. Nou, en zo groeien dus in die tuin van ons leven allerlei zaden. Allerlei boompjes zijn aan het groeien. En als we die er gewoon de gang laten gaan en ze lekker laten floreren en we geven ze voeding door water en door de, ja, allerlei voeding te geven, beginnen die bomen steeds groter en groter te worden in ons leven. Ik denk dat we daar allemaal wel voorbeelden van kennen. Misschien in onze omgeving, misschien in ons eigen leven, dat die boompjes zo, ja, voeding krijgen. En ja, het probleem is ook dat dat blijft komen. Hoe ouder je wordt, of dat maakt niet uit, het is niet een boom die alleen in de lente aan het bloeien is. Het hele jaar door is dat ik wat voortdurend weer zijn behoefte wil krijgen. Dat ik wat voortdurend weer aan het groeien is, op allerlei manieren. En je, als je nooit een schoffel of nooit een bijl of wat ook pakt, dan zal die tuin, ja, een woestenij worden, een wildernis. En dan zal dat, die ik, zal continu, ja, blijven groeien en blijven verspreiden, allerlei zaden. En wat gebeurt er dan aan het eind van je leven als je zo met je tuin voor God staat? En wat, als je zo'n tuin met al dat wild groeit, met al die boompjes, zo sta je dan voor God. Het is de tuin van mijn leven, Heer. Hier heb je mijn tuin. Dit is wat ik ervan gemaakt heb. Nou, we lezen het hier in Galaten, misschien als je de Bijbel bij hebt. Galaten 5 vers 21, wat zal er dan gebeuren? Galaten 5 vers 21. Daar staat, hè, als je met die tuin voor God komt, zoals ik al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Als je zo met je tuin voor God staat met al die boompjes erin, dan staat hier heel duidelijk, dan zal je het koninkrijk van God niet beërven. Of Galaten 6 vers 7. God laat niet met zich spotten, want wat de mens zaait, dat zal hij ook oogsten. Dus als je hiermee bezig bent om dit te zaaien, dan zal je dat ook oogsten. Dan zal je verderf oogsten, staat hier. He, verderf. Even kijken in vers 8. Want wie in zijn vlees, in zijn eigen ik zaait, in de akker, zijn eigen ik, dus wie die boom laat groeien, die zal verderf oogsten. Nou, verderf is een woord wat ook weer in het Grieks meerdere betekenissen heeft. He, verwoesting, bederf, ondergang, beschadiging. Verwoesting zul je oogsten. En dat is natuurlijk aan het eind van je leven. Stel dat er nooit verandering komt, dat het eigen ik zo blijft in je leven. Ik heb het nu over een ongelovige, waar het eigen ik in die tuin staat. En het staat daar maar te verspreiden aan zaden. Die zal uiteindelijk vernietiging, verderf, ondergang, oogsten. En dat wat hij zelf gezaaid heeft. Maar dat kun je ook toepassen nu al in ons leven, ook als gelovigen. Als degene die naar de geest willen wandelen. Want het is toch eigenlijk ook zo, wat je zaait zul je oogsten, ook in een, laten we even een voorbeeld pakken van bijvoorbeeld een conflict. Je hebt een conflict met iemand, en ik denk dat we er allemaal mee te maken hebben. Stel nou dat jij gaat, en dan ga je zaaien wat je oogst, dus stel dat jij oneenigheid zaait, in dat conflict je eigen ik aan het zaaien bent, aan het voeden bent, wat zul je dan oogsten? Zal je nog meer conflict oogsten. Als je in een haat zaait, rok zaait, bitterheid zaait, wat zul je oogsten? Dan zal je hetzelfde weer oogsten. En dan zul je ook weer die. En dus dat principe wat je zaait, zul je oogsten, dat geldt natuurlijk voor heel je leven. En het eind van je leven, zeg maar ook nu al.
Als je oneenigheid, als je liefdeloosheid zaait in een huwelijk, zul je oneenigheid, zul je bij je kinderen oogsten. En dus dat principe is zo belangrijk. Maar gelukkig is er wel zo dat er natuurlijk bij een gelovige een verandering is. Daar kom ik straks op terug. Dus dat er, als het goed is, daar wel wat aan te doen is. Want anders zou je, ja, zou je denk ik echt een probleem hebben. Maar we weten allemaal dat dat vlees, die boom, bij een gelovige nog wel er is in die tuin. En dat is het vervelende. Had God nou maar besloten om op het moment dat je tot bekering kwam, dat die boom met wortel en tak eruit zou zijn, het eigen ik niet meer bestaat, dat je alleen nog maar doet wat God wil, dat je alleen maar geest vervuld, geestgericht bent, dat je alleen nog maar wandelt door de geest. Dat zou toch geweldig zijn? Ik denk dat God ons bezig is om ons te toetsen, om ons te beproeven, om ons te kneden, te vormen naar zijn beeld. En waar we net op in dat lied, wat net in dat lied stond. Maar in ieder geval, Galaten 5 en 6 is er duidelijk over dat er nog steeds die boom van het vlees nog steeds in het leven van een gelovige is. Het is dus niet alleen maar dat de boom van de geest er staat. Maar laten we allereerst bij stilstaan bij het grote wonder. En dat is eigenlijk het evangelie, de blijde boodschap, dat God in staat is om het eigen ik daar tegenover iets te zetten. De boom van de geest. En om daar door het herscheppende werk van God in die tuin van ons leven een boom neer te zetten, de boom van de geest. En dat is dus bij een gelovige. Op het moment dat je tot wedergeboorte komt, door het almachtige werk van God zet hij daar een boom neer, de boom van de geest. En die gaat ook vrucht verspreiden, die gaat ook zaden verspreiden. En ik vind het zo mooi om even erbij te pakken, Jesaja 32. Want dan lezen wij namelijk van dat wonder. Dat wonder dat God een tuin vol met doornen en distels een tuin voor God kan maken. En dat hij daar een prachtige tuin voor kan maken. Jesaja 32. Dat kwam ik ook toevallig tegen. En het is zo mooi en dat sluit hij zo goed bij aan. Het heeft een hele andere context, dat besef ik. Maar je kunt denk ik ook dit principe eruit halen. Kijk, Jesaja 32, vers 13. Dus dat gaat over het wonder dat God in staat is om een akker met doornen en distels, met onkruid, om daar een hele mooie tuin van te maken. Jesaja 32, vers 13, daar staat: op het land van mijn volk zullen doornen en distels opkomen, ja, op alle vreugdehuizen in de uitgelaten stad. Want het paleis zal verlaten zijn, het stadsrumoer zal ophouden, ovel en wachttoren zullen tot in de eeuwigheid als grotten zijn, een vreugde voor wilde ezels, een weide voor kudde. Dus je moet bijvoorbeeld een akker voorstellen wat helemaal vol staat met doorn en distels. De hele stad is verlaten, dus er is totaal geen leven in. Het is doods en het is helemaal verlaten en een woestenij. Maar dan staat er in vers 15, totdat. Dit is het in het leven van elk mens, totdat over ons uitgegoten wordt de geest uit de hoogte. En dat is de boom van de geest. Totdat. Dat is zo mooi, dat woordje totdat. Er zit al zoveel evangelie in. Het leven van een ongelovige, de tuin van een ongelovige, is een woestenij met doorn en distels. Totdat over ons uitgegoten wordt de geest uit de hoogte. Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden. En het vruchtbare veld zal als een woud beschouwd worden. Een gigantisch groot woud zal het worden. Het recht zal wonen in de woestijn en de gerechtigheid zal verblijven op het vruchtbare veld. Dus van een woestenij, een tuin met doorn en distels, een vruchtbare hof, een vruchtbaar veld. En dat is zo mooi in het leven. Hè? En ik hoop dat je dat wonder kent in het leven. En wat ook Jesaja 5 beschrijft, dat de tuin van je leven gezuiverd gaat worden. Dat je tuin omgespit gaat worden. Dat je gaat merken dat er steeds meer van dat onkruid eruit gehaald en gerukt wordt. En dat proces ken je toch in je leven? De zuivering. Jesaja 5 die zegt, er komt een muur omheen te staan. Dat gebeurt ook in het leven van een gelovige. Van bescherming, bewaking. Er komt een toren in te staan. Van bewaking. Dus jouw leven wordt gewoon compleet anders. Wordt een nieuwe schepping. Dat is het wonder van een gelovige. Die woestenij, dat wordt een prachtig vruchtbare hof. Een tuin
voor de Heer. En die draagt, die gaat vrucht dragen. Hè? De boom van de geest gaat vrucht verspreiden. De tuinman, de liefdevolle tuinman, die gaat snoeien. Ook aan die boom van het vlees. Maar ook hij gaat ervoor zorgen dat die boom van de geest tot volle bloei komt. En dat is het werk van de Heilige Geest. Hè? De boom van de geest. Heerlijke zoete vruchten voor de geest. En dat voor God. En dat lezen we ook weer in Galaten 5. Hè? Dus dan keren we terug naar Galaten 5 vers 22. De vrucht van de geest is liefde. Tegenover die egoïsme. En van dat vlees. Haat had het vlees verspreid. Maar nu komt de geest. En die gaat ook vrucht verspreiden. Wat doet hij? Liefde. Dat je de ander gaat zien. En dat je de ander gaat dienen. Hè? Dienen elkaar door de liefde, stond in Galaten 5. Je naaste lief hebben. Je elkaars lasten dragen. Dat is het vrucht van de geest. En dus de vrucht van de geest is liefde. Blijdschap. Blijdschap. Dat is wat een heerlijke vrucht is van aan die boom van de geest. Vrede. Ik hoef ze allemaal niet langs te lopen. Hè? Maar ze hebben ook allemaal te maken met het ik. Zelfbeheersing. Dat jij niet dat boompje vrucht of voeding geeft, maar dat je juist zelfbeheersing. Dus dat je dat boompje kan laten zitten. En dat je zegt van, nou, ik kan mezelf beheersen. Niet dankzij mijn eigen kracht, door mijn eigen kracht, maar door de geest. Nou, ik kan daar veel over zeggen, over die vrucht van de geest. Dat zal op zich een preek op zichzelf zijn. Maar even dus dat de geest ook die vrucht draagt. Maar dan komen we allemaal met het probleem waar ook Galaten 5 en 6 over gaan. Want de praktijk is zo dat we gewoon met beide te maken hebben. Tenminste, zo is het in mijn eigen leven. En ik heb al heel veel mensen daarover gehoord, dus ik denk dat het ook bij u zo zal zijn. Dat van dat nieuwe scheppingswerk van de Heilige Geest, daar kunnen we wel iets van vertellen misschien. Maar daarnaast weten wij ook nog van dat vlees. En dat zegt Galaten 5, vers 17. Want het eigen ik, begeert tegen de geest in. En de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar. Zodat u niet doet wat u zou willen. Dat is dat conflict wat in ons zit. En we zitten in een bepaalde... En we staan continu voor die bepaalde keuzes. Kies ik voor het vlees? Kies ik voor de geest? Toch? Daar hebben we mee te maken. Met dat vlees en met de geest. En dat staat hier ook in Galaten 5. We hebben daar... Ja, we hebben een burgeroorlog als het ware. Tussen die twee bomen. Die zijn continu aan het strijden van wie krijgt, zeg maar, de voeding. En die bomen die verdragen elkaar niet. Op een of andere manier blijft dat eigen ik voortdurend zeuren om aandacht. Het wil voortdurend geliefd worden. Wordt voortdurend, vraagt die om aandacht. En maar de geest daarentegen. Ook. En die staan tegenover elkaar. Ja, en juist als Gods geest in je gaat werken... Heb ik in mijn leven ook ervaren dat momenten dat je echt verlangt om door de geest te wandelen. Dan ga je ook dat eigen ik steeds meer ontdekken. Heel geniepig. Heel fijnzinnig. Maar het komt voortdurend weer. Steekt het zijn kop op, om het zo maar te zeggen. Maar gelukkig. Beste mensen, we hebben evangelie. We hebben een blijde boodschap. Dat we daar niet bij dat conflict, als het ware tussen die twee. Ja, heel ons leven daar maar een beetje mee moeten hopen dat het maar... steeds beter gaat of dat het vlees steeds minder aandacht krijgt, maar er is een manier, er is een geheim hoe wij dat vlees toch, ja, dat we daar toch niet aan hoeven te gehoorzamen, dat we dat niet hoeven te plezieren. En dat staat in Galaten 5 vers 16. Dus dat geheimenis. Handel door de geest. En in mijn vertaling, en dat klopt ook dicht bij de grondtekst. Wandel door de geest en u zult zeker niet de begeerte van het vlees volbrengen. Wandelen door de geest en je zult dat eigen ik kunnen overwinnen. Je zult het eigen ik niet hoeven te gehoorzamen. Vers 18. Als u door de geest geleid wordt, dan bent u niet onder de wet. Dus dan zit je niet onder de klem van het eigen ik. Door de geest geleid wordt, als je door de geest wandelt. Nou, even heel concreet, hoe gaat het dan in de praktijk? Want dan wil je natuurlijk graag weten van, nou, hoe zit het dan praktisch, wandel door de geest. Nou, stel nou dat er vanmiddag of vanavond een moment is dat er iemand op je zenuwen werkt. En dat heb je toch wel allemaal last van, irritatie.
Als ik zeg pornografie, dan zal niet iedereen dat herkennen. Maar als ik zeg irritatie, dan herkent bijna ieder gelovige dat. Irritatie. Je irriteert je ergens aan iets of aan iemand. Het kan ook aan dingen zijn. Computers of wat ook. Maar je irriteert je. Hoe gaat het dan in de praktijk? Van dat je dus niet dan op dat moment reageert vanuit het vlees, vanuit het eigen ik. Maar dat je door de geest wandelt. Nou, ik denk zelf. En ja, het is een geheimenis. Wat je moeilijk kan uitleggen, maar door gewoon het eigen ik als het ware geen voeding te geven. Dus je eigen ik dat vraagt om aandacht, dat zeurt, dat wil graag reageren vanuit het eigen ik. Dus als je geïrriteerd wordt, dat je denkt van, oh, dit ga ik zeggen of dat ga ik zeggen. Maar dat is denk ik het geheimenis, om daar gewoon geen aandacht aan te besteden. Dat te negeren, dat eigen ik, dat vlees geen voeding te geven door nog een extra schepje bovenop te doen. Want irritatie dat is denk ik op zich geen zonde. Maar op het moment hoe je reageert, daar gaat het fout. Hoe jij gaat reageren op die irritatie. Denk je dan, oh Heilige Geest, help mij. Even, een kort gebed. Laat mij reageren vanuit u. En laat mij niet het eigen ik ruimte geven. Het eigen ik, zeg maar, voeding geven. Dus door bijvoorbeeld nog wat extra meststof op te leggen of nog extra water erop te doen. Nee, dat je leert wandelen. En dat staat ook in de vertaling van Paul. In het spoor blijven van de Heilige Geest. Dus eigenlijk samen met de Heilige Geest in het zijn spoor blijven. Niet vooruit, niet erachter. Samen met de Heilige Geest. Dus dat je echt afhankelijk bent van de Heilige Geest. En ik weet niet of dat alleen bij jonge mensen, hè, wij zijn nog jong, in de 30, of dat er bij ouderen, maar ja, als ik zo om me heen kijk, dan heeft iedereen daarmee te maken met situaties. Dat je een conflict met iemand of een, zoals hier ook staat, woede uitbarstingen, afwijkingen in de leer. Stel dat iemand een andere mening heeft over iets. Hoe reageer je dan? Ga je dan vanuit de geest van Christus of vanuit het vlees? Nou, dat is eigenlijk waar je voortdurend mee te maken hebt. Maar, ik zei al, we hoeven niet het eigen ik te gehoorzamen. We hoeven daar niet voeding aan te blijven geven. Voor een christen is het zo wonderlijk, want het staat ook in vers 24. Wie van Christus zijn, die hebben het vlees met zijn hartstochten gekruisigd. Er staat een kruis door het eigen ik. Dus die boom, daar hoef je echt niet aan te gehoorzamen. Ja, hij is niet dood. Dat zou mooi zijn nogmaals, dat hij met wortel en tort gewoon eruit zal zijn. Maar we hoeven er gewoon niet naar te luisteren. We mogen door de Heilige Geest wandelen. We mogen door de Heilige Geest leven. En dus stel je nog een concreet voorbeeld. Ik had net over irritatie. Maar nog een ander voorbeeld. Je hebt een avondje vrij. Je hebt een avondje even gewoon helemaal niks te doen. En ja, dan kun je natuurlijk op heel veel verschillende manieren kun je dat besteden, zo'n avond. Ga je dan het vlees, de boom van het vlees, voeding geven? Nou, laat ik eens even mijn eigen begeerten, eigen verlangen. Of ga je luisteren naar God, ik heb een avond vrij, wat kan ik doen voor u? Of wat, ja, zoek je even, zeker een gedeelte van die hele vrije avond, God, zoek je zijn aangezicht. En zo kun je op talloze manieren, sta je voortdurend voor keuzes. En dat is eigenlijk dezelfde keuze die Adam en Eva hadden. Die hadden ook twee bomen. Twee bomen in de hof. De boom die leven gaf. De boom die verderf gaf. En ze stonden ook voor de keuze. Zelfs wij, gewoon een heel klein iets voor een keuze staan. Gaan we plukken? Gaan we vruchten laten, of gaan we vruchten plukken van de boom? Van het vlees of van de geest. Zelfs Adam en Eva. En die boom van het vlees ziet er ook inderdaad aantrekkelijk uit. Zoals bij Adam en Eva. Het was heel verleidelijk om hem toch te pakken. Te kiezen voor het ik. Maar ook Adam en Eva moesten leren. Hè, dus dat ze de boom des levens. Dat leven gaf. Dat eeuwig leven gaf. En zo is het ook als wij de boom van de geest. Als we meer en meer kiezen om de wil van de Heilige Geest te doen, om te wandelen door de Heilige Geest, dan zullen wij ook heerlijke vruchten plukken. Zullen wij ook vruchten oogsten. Dan zul je niet de begeerte van het vlees volbrengen, dan zul je niet onder de wet zijn. En dan zegt ook Galaten, dan zul je eeuwige leven oogsten. En daarom, eigenlijk staan we nu, op het einde van deze preek, voor een, op een T-splitsing. Het is een of de ander, maar we worden uitgedaagd. De komende tijd. Net als Adam en Eva voor die keuze stonden, worden wij uitgedaagd. Twee manieren van leven.
de boom van, van kennis en goed en kwaad, symboliseert ik in het centrum. Of God in het centrum, God in het middelpunt, de boom van het leven. Waar willen wij straks dat onze tuin, als we voor God zijn, maar ook nu al, hoe willen we dat onze tuin eruit ziet? Dat er veel van dit soort dingen staan. Of dat er veel vruchten van de Heilige Geest bloeien. En ter ere van de landman, ter ere van God, ter ere van onze tuinman. Degene die ons geschapen heeft met dat herscheppende werk. En willen wij zo graag dat we vrucht dragen voor Hem. Daar moeten we veel van de boom van het leven, van de boom van de geest, daarvoor kiezen. En daarom, ja, eigenlijk wil ik afsluiten. Ik had hier ook nog wat die werkhandschoenen. Die gebruik ik niet zo heel veel, ik ben niet zo'n klustisch man. Maar Corrie ten Boom, en die kennen jullie wel. Ik leg hem even hier neer. Die heeft een heel mooi voorbeeld. Om dat ook te symboliseren. Dat leven door de geest. Leven, wandelen door de geest. Ze zegt, kijk, wij zijn eigenlijk een handschoen. Een handschoen zit geen leven in, zit geen beweging in. Dat is wat ons leven is. Het kan nu niet zijn werk doen. Kan nu niet gaan verven, kan nu niet gaan schuren. Kan nu niet in de tuin allerlei dingen doen. Maar op het moment dat er leven in komt, hè, dus de Heilige Geest. Als we openstaan voor de Heilige Geest, als we openstaan voor Hem. Dan kan Hij zijn werk doen in ons. En dan kan Hij ons gebruiken. Dan kan Hij ons, die vrucht van de geest, dan kunnen wij gebruikt worden voor God. Dus dat is nou belangrijk. Ja, dat je dit openstaat voor de Heilige Geest. Laat mij wandelen door u. Laat mij reageren zoals u dat doet. De geest van de Heer Jezus, die in de Heer Jezus was, die is in ons. Dus hoe de Heer Jezus reageerde, die geest, die is in ons. Maar we moeten wel, ja, als het ware, dat is dat openstaan voor Hem. Hem het werk laten doen. En dat is zo heerlijk. En ja, dat is ook een proces van jaren, denk ik. Een proces wat je niet, waar je tot je dood niet denk geleerd krijgt. Maar daarom is voortdurend weer. Voortdurend weer. O Heilige Geest, help mij. Laat mij reageren. Ik krijg een mailtje van iemand. Hoe moet ik reageren, Heilige Geest? Wat wilt u dat ik doe? Nou ja, ik kan zoveel voorbeelden noemen. Jullie kennen ze uit je eigen leven. Laten we ervoor bidden. Laten we nu onze ogen sluiten. En ja, je kunt natuurlijk thuis ook als een gebed maken om dit voortdurend te bidden. Maar we zullen nu ook in het moment afsluiten. Heer, wij komen tot u. Aan het einde van deze prediking, aan het einde van dit woord, zijn zomaar een aantal dingen aangereikt, principes om te leven. Heer, wij bidden dat u ons door het scheppingswerk van uw Heilige Geest tot een bevloeiende tuin zal maken. Een tuin die weer voor anderen tot zegen is. Heer, u bent in staat door het machtige werk van de Heilige Geest om in ons te werken, zodat wij een vruchtbaar veld worden. Een vruchtbare tuin met vruchten van de Geest voor u. Heer, wilt u dat door het machtige werk van uw Heilige Geest in ons allemaal doen? Heer, dat onze tuin geen zaden groeien van het vlees, maar dat wij een prachtige tuin voor u mogen zijn. Heer, dat we beseffen dat we net als die handschoen dood zijn in onszelf. Geen kracht hebben in onszelf. Geen leven hebben in onszelf. Maar wilt u het doen door uw Heilige Geest. Want dan zullen wij vrucht dragen. Als u in ons gaat werken. Heer, we bidden dat deze twee principes, deze twee levenswijzen, dat vandaag, morgen, deze week met ons meegaat. En dat we, als we weer voor een keuze staan, als we weer voor die twee bomen staan, dat we dan het goede kiezen. Dat wat uw Heilige Geest wil. Heer, we bidden u dat we leren om dit geheimenis te ontdekken. Heer, wilt u ons zo maken tot een getuige van u. Niet door de woorden allereerst, maar vooral ook door ons leven, door die tuin. Hoe we ons opstellen ten opzichte van anderen. Heer, we bidden ook voor iemand die hier misschien iets heeft groeien in zijn tuin. Wat inmiddels al heel groot is geworden. Maar wat er eigenlijk niet hoort. Een van de werken van het vlees. Maar helemaal niet past bij een tuin voor u. Heer, wilt u het door de kracht van uw Heilige Geest verwijderen? Dat we ook zelf daar de kracht voor krijgen. Door uw geest. Om dat uit te rukken. Om dat niet te laten groeien. En Heer, ik weet ook dat er hier zijn die verlangen. Om te wandelen door de geest. Wilt u een zegen? U zegt het. Mijn vader heeft er een behagen in
dat u veel vrucht draagt. Heer, wilt u ze daarvoor zegenen. En wilt u het ook in mijn leven doen. Mijn leven een tuin zal zijn dat veel vrucht draagt voor u. In Jezus' naam vragen wij het alles. Amen.